Toen kwamen de signalen van een, van een crisis. Als dat het, 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 het voorland gaat worden, dan houden we dit niet vol. Het faillissement was voor mij geen optie. Maar ik ben dan toch ja, de ondernemer die dan kijkt naar nou, wat zit er nog wel in het glas zit, in plaats van dat wat er niet meer in het glas zit. Leuk dat je weer kijkt naar een gesprek of luistert naar een gesprek op CVD-TV. Um, er is de laatste tijd veel aandacht voor met name grote bedrijven. Die, en wat de effecten zijn op dat soort bedrijven, vaak negatieve effecten van de hele coronacrisis en alles wat ermee gebeurd is. Maar Nederland stikt en barst natuurlijk van de... Prachtige kleine bedrijven, mkb Nederland, noem het maar even. Bedrijven uh, en ook die uh, hebben het ze nu dan zwaar te verduren. En uh, bij mij, in de stoel iemand die uh, ja, die daar wel het een en ander over kan vertellen, denk ik. Jeroen Veldkamp, Jeroen van harte, welkom. Dankjewel. Want jij uh, hebt een bedrijf eigenlijk al 25 jaar. Ja. Ja. Um, vertel daar zo over wat het bedrijf Laten we even nog maar zeggen is en wat is. het doet. Ja, heel goed. <laughs> ja, wij maken opdrachtfilms al 25 jaar. In 1995 ben ik gestart. Na de opleiding kreeg ik commerciële opdrachten. Ben begonnen. Ja, kon het niet meer alleen. Personeel aangenomen. En uh, ja, zo is het bedrijf gegroeid tot uh, ja, dit jaar uh, uh, 25 jaar. 25 jaar. Hoe's, 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 zeg maar, wat waren je ambities in het begin? Um, ja, eigenlijk... Ja, maker. Ik was echt een maker. Ik... Uh, uh, ik deed ook in het begin natuurlijk alles zelf. Ik kreeg ja. opdrachten, bedacht concepten, schreef scripts. Ik deed het camerawerk, want ik, was, ik had de opleiding gedaan als uh, audiovisuele producties. Dus ja. het hele traject, zeg maar. Ik deed ook de montages, zelfs in het begin ook nog de voiceovers. Maar dat was in de tijd van de banden nog en zo? Al ja, wel, ja, ja. BTCAM SP. Ja. <laughs> Analoog nog. Ja, ja, ja klopt. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is wat ik deed. En, en ik, ik wilde verhalen vertellen, uh, maken, uh, vooral binnen opdrachtfilms, wel altijd. Ik heb wel een, een, een opdracht nodig. Ik merkte ja. dat ik gedurende zeg maar, de jaren wel uh, van een ander bloed was... dan de, van de, de kunstmakers, hè, de ja. filmacademie mensen... Uh, ja. die ook wel in ons vak hè, opdrachtfilm toch ook wel dingen doen. Maar die hebben een intrinsieke motivatie om iets te moeten maken... Te vanuit zichzelf, te creëren. Ja. En ik wilde altijd een kader hebben. Wie ben je als opdrachtgever? Wanneer wil je iets hebben? En uh, hoeveel geld heb je daarvoor over, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En binnen die kaders uh, ja, zocht ik de creativiteit op en maakte ik, maakte ik verhalen. En wat was even reflecterend terug en dan zo meteen naar de huidige situatie? Maar wat was zeg maar, het, op het op het hoogtepunt? Hoe groot was het toen het bedrijf? Ja, toen zaten we met 14 mensen en ja. 14 FTE's, zeg ja. maar. Uh, we, het hele traject van concept, strategie, concept, tot en met de oplevering van de video, dat konden we allemaal in huis met eigen mensen. Mm -hmm. Dus uh, producers, regisseurs, cameramensen, motion designers, editors, uh, color grading, uh, audio, dat deden we allemaal in huis. Mm -hmm. Uh, dat werd aangevuld met freelancers ja. voor specifieke uh, opdrachten. Uh, drama natuurlijk, daar hadden we een drama-regisseur, dat werkte we met freelancers mee. En ook als we meerdere opdrachten hadden wat we als team niet aankonden, ja, dan schakelden we freelancers bij. Maar een kernbedrijf van 14 FTE, dus met pand, kantoor, alles, apparatuur, Ja, uit apparatuur. En uh, wat is het? Een paar miljoen aan omzet dan, of wat doe je dan, of nog niet eens? Ja, we zaten zeg maar op het hoogtepunt op uh, 1,3, uh, 1,4 miljoen ja. euro. Ja. En toen kwam daar de coronacrisis. Uh, beschrijf dat eens, de periode vanaf maart. Wat gebeurt er dan? Nou, uh, ja, eigenlijk die persconferentie, denk ik van 12 maart, uh, donderdag 12 maart, uh, thuiswerken. Uh, iedereen werd gezegd, ja, we, gaan, we gaan thuiswerken. Ja, toen dacht ik al van, ja, dit, is, uh, dit is foute boel. Hm. Uh, dit gaat voor ons heel veel betekenen. Het ja. houdt nu gewoon echt voor ons op. Als mensen thuis moeten gaan werken, waarom zouden ze wel een filmploeg uitnodigen om, om te komen draaien? Zeg maar, hè? En wat, ja. is, wat valt er dan nog te draaien? Hm. Dus ik heb meteen uh, ook wel uh, uh, actie ondernomen, dus, dus door deeltijd aan te vragen. Meteen? Nog. Ja, die vrijdag zeg maar. En ah, ja. uh, uh, toen had ik nog met mijn account het overleg. zou ik dat nog wel vandaag doen of uitstellen tot maandag? Nou, zei hij, ja, als het nou kan doen, dan doe ik het nu maar. Uh, ik denk ja, je kan er maar beter uh, mee verlegen zitten dan omverlegen zeg maar. Ja. Dus uh, ik denk nou, dan doe ik dat maar. Maar die maandag daarop, uh, ja, waren geloof ik al meer dan. Uh, 50.000 bedrijven die ook dat uh, die, die deeltijd aangevraagd hebben. En wat meteen dus naar een NOE-regeling moest. Want die maandag ontplofte uh, ja. die website. Zeg. Ja. Wat gebeurt er dan met je in je hoofd? Um, actie. Uh, ja. ja, signaal, onderbuik, niet goed. Uh, actie. En die actie was op dat moment uh, in ieder geval een vangnet. Wat, 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 wat mogelijk was. Dus dat ja. moest ik in ieder geval doen. En dus dat heb ik ook gedaan. Vervolgens heb ik natuurlijk gekeken naar wat zijn nou de berichtgevingen. Uh, en ja, de overheid ging uit van ja drie maanden stilzitten, geknipt en geschoren worden. Ja. En dan gaan we weer terug naar het oude normaal. Ja. En ik zeg nou, als het dat is, dan is het dat. Ja, dan moeten we wel. kijken hoe we hoe we die tijd het beste kunnen besteden. Ja. We hebben zelfs nog in die tijd ook nog uh, uh, opdrachtfilms gemaakt, uh, zeg maar uh, onbezoldigd. Voor een, een instructiefilm voor uh, medische teams in ziekenhuizen. Hoe om te gaan met, uh, met uh, zwangere vrouwen met, uh, met COVID. Ja. Hebben we hebben een heel instructievideo nog voor gemaakt binnen de kaders die toen dat nog niet cool. helemaal helder waren. Ja, ja, ja. Maar we vonden dat we dat moesten doen. Ja. We hebben nog een, een, een film gemaakt van Eindhoven, hou vol. Uh, we hebben nog um, een, 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 een Think Different Apple, maar dan de tegenovergestelde versie. Eigenlijk altijd cruciale beroepen een hart onder de riem te steken. Ja, dat waren producties waar we ons toen mee bezig konden houden. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En dat was uh, ja, uh, maart, april, mei. En dat werd uh, het, werd gewoon heel rustig. En op een gegeven moment hield dat ook wel weer op. Ja, ja wat kun je allemaal nog dan nog ja. maken? Zeg ja. Ja. ja, en dan, dan en dan? Nou, ik was natuurlijk heel benieuwd wat, wat doet het nou financieel gezien ja. uh, en hoe lang gaat het duren. Ja, uh, maart viel nog mee. We zaten er zeg maar rond de 70 van onze gemiddelde omzet. Uh, dus op te vangen. Uh, maar april dook meteen onder de 10 Dus nog minder dan 10 van onze gemiddelde jaar- uh, of maandomzet. Ja. En mei klom naar uh, 2025. En juni naar 30. Maar um, toen kwamen er ook geluiden van: jongens, het is, het is dus niet zo dat nee. juni-juli het weer full-blown uh, losgaat. Nee, nee, precies. En toen ja. ik die signalen doorkreeg, toen dacht ik: ja, nou moet ik door gaan pakken. Want ik heb tegen het team gezegd. Uh, uh, als dit lang duurt, niet erg, zolang er maar perspectief is. Dus al is dit drie maanden, die drie maanden die gezegd werden, als het vier, vijf of zes maanden, maakt niet uit. Uh, ik vang het op of ik zorg dat ik het op kan vangen. Ik ga financieringen uh, aanvragen. Dat komt goed, want zolang er vertrouwen is, ja, dan, dan laat ik dit niet zomaar uit mijn handen glippen. Ja. Het is ons jubileumjaar, we bestonden 25 jaar dit jaar. Dus ja, we waren ook daar bezig met voorbereidingen. We zouden een keer een eigen film gaan maken over onszelf. Ja. De schoenmaker we... met de versleten zoden. Ja, ja. ja, precies. Ja. Nou, dus, dat, 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 dus ik ging dat niet zomaar loslaten. Nee. Uh, dat had ik ook tegen mijn team gezegd. Uh, maar toen kwam inderdaad, na die drie maanden, eind mei, begin juni, zeiden we: ja, we gaan weer, toch weer een tweede regeling, een tweede NOE-regeling. Uh, voor vier maanden uh, werd bekend. Uh, de bijdrage in de vaste lasten, die ging van 4000 voor de eerste drie maanden. Naar 20.000 en binnen twee dagen werd die opgehoogd naar 50.000. En heel veel ondernemers waren daar blij mee, maar ik was er eigenlijk niet blij mee. Want dat gaf aan hoe serieus eigenlijk het probleem was en hoe lang het nog ging duren en hoe weinig perspectief er nog was. En toen kwamen de signalen van een, van een crisis, zeg maar. Mm. En uh, 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 die werd vergeleken met de financiële crisis van 2008, die bij ons pas in 2012 voelbaar werd, maar toen zijn we heel diep gegaan. Uh, ik denk ja, als dat het, 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 het voorland gaat worden, dan houden we dit niet vol. En dat is, uh, uh, ja, het kostte zeg maar gemiddeld 20.000 euro uh, per maand wat ik, wat ik bij moest leggen. En als dat perspectief dan uh, na vier, vijf maanden uh, weg is, zeg maar, ja, ja dan, dan kan ik wel uh, financiering gaan zoeken. Maar dat wordt een financiering van, van, van schulden, zeg maar. Ja. Dat, uh, daar, had ik geen, ja, daar had ik geen geloof in. Nee dus en toen, dan, dan moet je op een gegeven moment zeggen van dan stop ik ermee of hoe werkt dat dan? Nee, nee nee dan, dan ga je met, ja, in dit geval met mijn accountant om de tafel en zeg je, joh, wat zijn nou de scenario's? Ja. Wat, wat kan, zeg maar. Jij raakt dan niet in paniek? Ik zou dan volgens nee. mij echt vreselijk allemaal in paniek. Jij gaat dan gewoon echt actie ja. en rustig nadenken ja. met de accountant zitten ja. en gewoon klinisch kijken van oké. Okay. Ja. Ja, en ook met de mensen van het team. Ja. Want die waren natuurlijk ook erg ongerust. Uh, ik, heb overigens, uh, ik ben overigens altijd heel transparant geweest in de cijfers. Dus ik kon ze heel makkelijk, heel snel informeren hoe het ervoor stond. Ik heb ook gezegd: maak je geen zorgen, want ik voel me verantwoordelijk als werkgever. Ja. Maar op het moment dat het perspectief verdwijnt en ik verwacht dat het jullie gaat raken, dan laat ik het jullie ook snel weten. En ja. dat was zeg maar eind mei. zei ik: van ja, er moet nu wel iets gaan gebeuren. Want uh, juni, juli en het perspectief is weg. Ja, dan, dan gaat het jullie ook wel raken. Dus ik had ze daar ook wel voor gewaarschuwd. Maar nou, vervolgens hebben we dus met de accountant gezeten. en, en we hebben eigenlijk drie scenario's. Uh, uh, ja, niet bedacht, maar, maar die zouden er zijn. Mm -hmm. Het eerste scenario was van. nou, toch wachten totdat zeg maar, de schulden zo hoog zijn opgelopen. dat het voor ons niet meer verantwoord was. en dan zelf de verantwoordelijkheid nemen om het faillissement aan te vragen. Ja. Ander scenario is. Ja, doen alsof uh, er niks aan de hand is. en maar zeggen van we gaan gewoon door totdat iemand anders zegt tot zover niet verder hè. En dat zou dan belastingdienst of uh, de, de verhuurder van het pand uh, kunnen zijn zeg maar hè. alhoewel die allebei uh, zei natuurlijk de belastingdienst dat, die stelde uit maar ook de pandeigenaar die zei ook ja de huur stel maar uit je hoeft het niet te betalen mm -hmm. uh, de, uh, niet deze maand maar het was uitstellen dus die schulden ja, liepen op ik zeggen, ja, alle en op een gegeven zee. moment zou het bij hen natuurlijk ook uh, ja. te ver kunnen zijn nou ja. dan maar dan kun je nog zeggen van joh we hebben er alles aan gedaan ja. Maar dan nog vind ik dat je toch die verantwoordelijkheid hebt. Ja, een derde scenario? Het derde scenario is, is toch de regie in eigen hand nemen. Want dat is eigenlijk het faillissement, was voor mij geen optie. En gelukkig ook voor het personeel. ik had het gedeeld. Ik zeg: joh, Dit zijn de drie scenario's. Waarbij bij, bij die twee scenario's is er een faillissement. Uh, dan duperen we een hele hoop mensen. Natuurlijk duper ik jullie als medewerkers. Want ik word natuurlijk door de curator ontheven. En uh, ja. jullie moeten het met hem dealen met alles wat we hebben opgebouwd ook, uh, we laten ook leveranciers uh, achter die, uh, uh, die waarschijnlijk hun laatste facturen niet betaald krijgen. Ja en natuurlijk onze opdrachtgevers met een, een wel een aanbetaling of ja. geen van halve film of een script of ja. een concept. Ja. En uh, ja dat ging ons wel allemaal aan het hart. En gelukkig, uh, want ik heb echt gezegd die beslissing nemen we samen. Want ik kan die beslissing niet nemen, want uh, op het moment dat we zien dat het ophoudt, vraag ik wel aan jullie om met mij mee. Zeg maar de verantwoordelijkheid te houden voor onze opdrachtgevers, die we, die we nog wel gaan bedienen. Uiteindelijk is dat dus het derde scenario geweest. We hebben gezegd: Oké, okay, we gaan afscheid nemen van elkaar. Dus de grootste lasten is dan toch het personeel, en het pand, en de bedrijfsauto's, en alle faciliteiten, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar gaan we afscheid van nemen. Uh, ik heb gezegd: uh, Ik respecteer jullie uh, uitwerktermijnen. Uh, ik weet dat er een, een recht is op een transitievergoeding. Uh -huh. uh, inmiddels had ik natuurlijk 10 al drie maanden overeind gehouden, dus er was al best veel geld uh, al in geïnvesteerd. Ik zeg ja, ik kan niet jullie transitievergoeding voor 100% betalen, dus ik wil daar met jullie collectief afspraken over maken. Het is per definitie een harde landing, maar ik probeer hem zo zacht mogelijk te maken. En met transitievergoeding bedoel je een, een, een bedrag en daarmee afscheid nemen. Precies. Ja, ja. Ja, ja. ja. En wat ik dus heb gedaan is, is uh, ja, met, alle, uh, met alle teamleden. Een, uh, een uh, vaststellingsovereenkomst uh, ben ik overeengekomen. En wat is een vaststellingsovereenkomst? Ja, dat je eigenlijk met elkaar afstemt dat het uh, dat het stopt. Ja, dus ja. dat we, dat je ja, uit ja. elkaar gaat. Wat netjes. Of netjes, wat fijn bijna. Ja, toen ik kan me een situatie voorstellen dat je toch in één keer een hele groep medewerkers ziet die zich toch uiteindelijk tegen je keren. Want die hebben zoiets van uiteindelijk is mijn primair belang toch gewoon mijn hypotheek en mijn boterham. Ja. Ja. Uh, en hier ben ik niet blij mee. Nee, maar er was geen alternatief. Nee. Uh, de, de, de twee alternatieven waren toch dan een faillissement. Ja. Of dit, dat het, dat het toch nog zo lang mogelijk. Uh, uh, ja, uh, dat we met zo lang mogelijk met elkaar. En dat ik hen, voor hen ook uh, tijd. Uh, uh, gaf, zeg maar, om ja. te zoeken naar een alternatief. En dat kwam natuurlijk wel verrassend snel. Maar ja, corona kwam natuurlijk ook verrassend snel. En, en je zag aan de cijfers. En zij werkten natuurlijk ook aan hun agendas. Ja, dat, ging, dat ging binnen no-time, waren die leeg. Ja. En, ja, en het waren natuurlijk ook mensen die... Ik bedoel, uh, het zijn wel mensen die meedenken met jou, die op hetzelfde niveau opereren. Ja. Ik bedoel, dus de verhouding werkgever-werknemer was natuurlijk al nee, wat anders. Absoluut. En, en uh, enorm betrokken, ja. uh, maar ook al, uh, ja, de office manager die werkt al 16 jaar. Regisseur die werkte al tien jaar, een motion designer al twaalf jaar. Dus het was ook een team, zeg maar, we waren al heel lang met elkaar aan het werk. Dus we kenden elkaar ook door en door. En nu zijn die allemaal gaan ZZP' en, en nee. pakken het vandaar weer op of wat zijn ze allemaal gaan doen? Nou ja, ze zoeken in principe een nieuwe baan. Ja. Als ze al zo lang werken in, ja, je weet hoe dit vak is. Het maken ja. van films en opdrachtfilms, dat is toch een freelance. Uh, ja. Uh, 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 ja, er zijn veel freelancers die daarin ja. werken. Ja, als je al zo lang bij een bedrijf werkt, dan zit dat toch op een gegeven moment niet in je. Ik heb natuurlijk heel veel mensen die bij mij gewerkt hebben die wel ja. zijn gaan freelancen. Maar die, ja, die hadden na twee, drie, vier jaar hadden het wel door. En die zeiden van ah, ik ga dat voor mezelf doen. Maar dit team, dat was echt een team wat zeg maar als, en dat vind ik ook het ergste wat ik heb los moeten laten, is dat dat team nu uh, uit elkaar valt. Ja. En uh, uh, en ja, dat doet me eigenlijk het meest aan het hart. Vooral ook omdat we, uh, ja, we, we kwamen van ons hoogtepunt. We hebben, ja, in april van dit jaar. nog twee prijzen in New York gewonnen. als beste opdrachtfilm van de wereld. Uit duizend producties, gejureerd door, door 200 mensen uit de hele wereld. Een gouden medaille en een bronzen medaille, zeg maar. Ja. Dus we zaten op ons, op ons top van ons kunnen. En ja, nou, nou, nou ja, dat valt weg, hè? Want iedereen zoekt nu een eigen, een eigen plek. Je hebt het zelfs nog symbolisch ook echt afgerond met een, zeg maar, wat was het? Een ballonvaart. je ja. nog voorbij komen? Ja, dat klopt. Dus je, je bent niet, zeg maar, je hebt niet uit laten doven, maar je hebt nee. het spetterend uh, nee. afgesloten. Ja, ja, het is toch de manier waarop we met elkaar omgingen. Zeg maar heel, ja. heel transparant en heel open. En ook uh, dat traject zeg maar, van, van het afbouwen. Want uiteindelijk heb ik wel gezegd, ik geef jullie wel de tijd. Uh, zo lang mogelijk de tijd om dus te zoeken naar een nieuwe baan. Om jullie. Uh, uitwerktermijnen te respecteren. We hebben zelfs nog een uitwerktermijn verlengd om goed met elkaar dingen af te kunnen ronden. Uh, uh, dus die tijd heb ik hen wel ja, gegeven. Maar ik heb ook gevraagd, zorg dan ook, dat we het goed kunnen afronden met elkaar. met de opdrachten die we samen nog zijn aangegaan. En dat is allemaal gelukt. En dat is gelukt. Een aantal uh, opdrachten die liepen wat langer door. Mm -hmm. Maar daar is voor een hele goede overdracht uh, gezorgd. Ja. Uh, met een team van freelancers waar ik dat nu mee kan, kan oplossen. Wat betekent dit voor jou als uh, ondernemer? Um, want ik kan me voorstellen dat je plannen had, ook financiële plannen. Ja. En uh, wij moeten ons eigenlijk herkennen een beetje in jou. In zoverre dat ik ook zelfstandig ondernemer heb. Ja. Uh, geen personeel, uh, gelukkig mag ik wel zeggen, in deze tijd. In deze tijd, ja. Uh, je bent met je pensioen, moet je op een gegeven moment. Dat zegt ja. iedereen, hè, dat je daar iets mee moet doen. Ja. Uh, uh, hoe, wat is het effect op jouw persoon uh, als, als ondernemer door dit hele gebeuren? Um, ja, als, als ondernemer merk ik dat ik er wat zakelijk in sta, zeg maar. In die zin... Maar dat kan ook. Uh, het, het bedrijf was niet mijn pensioen. Dus dat is al één. Dus dat, dat, dat was ik niet afhankelijk van, zeg maar. Je wil geen pensioen of die had je al? Die, die, ja, ik heb dat op een andere manier geregeld. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus dat zat niet in, uh, in, okay. in, mijn, uh, in het bedrijf. Uh -huh. Dus ik was niet het bedrijf aan het bouwen met waarde... om het dan vervolgens te verkopen... Nee. wat dan mijn pensioen zou moeten zijn. Wat je natuurlijk heel veel ziet en hoort. Uh, dus dat heb ik op een andere manier geregeld. En... Um, ja, ik moet mezelf opnieuw uitvinden. Uh, ik, had, dat, ik gaf natuurlijk uh, leiding, ik had een bedrijf en, en alles wat, we, wat ik verkocht, daar zaten allemaal uren van mensen in. Ja. En, en apparatuur, waar een deel natuurlijk ook mijn, mijn, mijn vergoeding werd, van werd betaald. Ja. En dat, is, dat, dat deel valt nu weg en ik moet ja, mezelf weer uh, ja, opnieuw uitvinden. Op, op, in die zin, ja, meer eigenlijk zorgen dat, ja, dat wat ik ga doen, dat daar een inkomsten voor is, omdat dan ja, ja. dat andere deel is natuurlijk weggevallen. Af? Nou, ik zei het wel. Wat ben, ben je met schulden geëindigd? Of is dat uiteindelijk allemaal, zeg maar, als je het nu, is het allemaal afgerond, klaar? En... Uh, dat moet nog blijken, zeg maar. Dat moet nog blijken. We zijn nog met een aantal uh, projecten aan het afronden, zeg maar. En, maar uiteindelijk, nee, uiteindelijk gaat, het, gaat dit wel uh, gaat het geld kosten, absoluut. Ja, het was goedkoper geweest, zeg maar, om, uh, om, om failliet te gaan. Maar ja. nogmaals, uh, dat, valt, dat past niet bij mij. Niet naar je mensen toe niet en niet naar je klanten toe. Precies. Nee. Nee, nee. nee. En, maar dan heb je niet over een torenhoge schuld waar je niet meer overheen komt. Nee, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Want dan was het niet anders dan, dan een faillissement. Precies. Ja, ja, ja. Kijk, um, ik doe dit nu 25 jaar. Ik word volgend jaar 50, hoop ik. <laughs> en uh, dat heeft ook wel meegevogen. Zeg maar. ik heb gekeken van ga ik me nu hoe, hoe diep wil ik nu gaan om de, volgende, de komende jaren dat gat eigenlijk weer te moeten vullen wat nu geslagen wordt, zeg maar. En dat heeft mij ook wel geholpen in deze beslissing. Dat, uh, ja, we zijn vijf, zes jaar geleden dus hebben wij nog een flinke investering gedaan naar een nieuw pand. Op Strijp S. Uh, ja, SX, Sportmarketing en Mediapand. Ja. Uh, Forse investeringen in gedaan. Uh, Trippeldubbel, ja, Bob van, van, Bob van, Bob van ja Dat hebben we samen heb ik dat met Bob uh, vormgegeven, zeg maar. En uh, uh, daar heb ik toen ook nog fors in geïnvesteerd. Nou, dat is gelukkig uh, afbetaald in de afgelopen jaren. Dus, uh, dus dat was ook nul. En ik denk, ja, ga ik nu weer. Een forse investering doen om die komende jaren weer zeg maar uh, ja achter de feiten aan te moeten hollen. Ja, dat, dat, was, dat heeft mij wel geholpen in deze, in deze beslissing. En die beslissing is? En die beslissing is toch om, om, ja, uh, om het af te bouwen. Hm. En om uh, het netjes af te ronden met het personeel, netjes richting leveranciers en opdrachtgevers. Hm. En dan uiteindelijk dan toch, ja, alleen over te blijven. En in die zin terug naar af, 25 jaar geleden begon ik met. Uh, een, 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 een computer, een grote mobiele telefoon, een fax en een bedrijfsauto, zeg maar. <laughs> <laughs> dat was toen mijn investering. Ja, en, en ook nog op een zolderkamertje. En, en ja, dat ziet er nu heel hetzelfde uit. Alleen, uh, er is nu een bak ervaring, een groot netwerk. Uh, maar je begint gewoon weer gewoon als freelancer, vanaf, ja. eigenlijk vanaf de grond af aan, als ja. Veldkamp Stories? Veldkamp Stories, ja. Ik heb, uh, want ik zie het niet zeg maar, als het stoppen van het bedrijf. Nee. Want ik vind, mensen uh, eh, zeggen, oh, je hebt de stekker eruit getrokken. Maar dat heb ik niet. Nee. Want dat vind ik een faillissement. Dan stop je ja. en dan ga je, begin je opnieuw, zeg maar. Ik heb het een transformatie genoemd. Ja. Dus het is een transformatie van Veldkamp Producties naar Veldkamp Stories. Waarbij ik dus afscheid neem van producties. Want uh, met het productieteam wat ik had, uh, uh, daar geloofde ik in, daar, wilde ik, daar ging ik vol voor. Uh, dat, dat productieteam valt nu weg. Ik ga het niet inlossen nu met, met freelancers. Want dan voel ik dat ik toch 15 jaar terug in de tijd ga dat ik wel aannemer word. ...van opdrachtfilms. En vervolgens moet ik nog offertes maken... ...planningen maken... ...aansturen van, van freelancers. Twee goed, voor je, goed voor je omzet, maar niet goed voor je marge. Nou, zo. dat. Ja. Twee weken geleden hadden we een shoot in Roumont ...en de volgende dag een grote shoot in Antwerpen. En die avond werd Antwerpen code oranje... Ja, en toen zei de crew van, joh, uh, gaan, we daar, gaan we dat wel doen? En er waren een aantal die zeiden van, ja, ik, ik ga dat niet doen. Ja, en dan die avond nog van alles te moeten regelen... om toch die shoot op een of andere manier toch door te kunnen laten gaan. Ja, dat, 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 dat is een vak, zeg maar. Ja. En daar had ik uh, al, al lang hele goede producers voor. Ja, en ik, ik heb echt niet het gevoel dat ik dat nu opeens allemaal ga overnemen, zeg maar. En ga je medium onafhankelijker werken ook? Als, als ja. ik velkop Stories hoor, dan denk ik ja. ja, dan kan het alle uitingsvormen krijgen die je maar wil. Ja. Ja, klopt. Maar je gaat verhalen opzoeken bij opdrachtgevers. Ja. ja, nou kijk, en dat deed ik eigenlijk al de afgelopen uh, ja, 10, 12 jaar. Want voor de productie zelf, het maken van de producties, daar was ik al helemaal niet meer bij nodig. Mm -hmm. Daar, uh, draaide. Dat draaide perfect. Op het moment dat het verhaal duidelijk was en er was een creatieve vertaling... En dan werd dat door een producer opgepakt die het allemaal regelde, een regisseur. Het werd door onze mensen allemaal gemaakt. Mm. En ik verbaasde me soms over uh, wat, er, wat ik zag wat er gemaakt werd. Mm. En ik dacht een aantal jaar geleden, want ik, toen zat ik er nog op... en dit moet zus en dit moet zo. Toen zag ik dat er andere dingen gebeurden. Ik denk, ik moet ze vooral loslaten. Dus dat maakt zeg maar, dat ik eigenlijk al een aantal jaren me daar helemaal niet meer mee bemoei... Wat mijn rol was en dan dus nu nog steeds is, is toch uh, acquisitie hè, natuurlijk. Voor, ik moest dat team leuke en gave opdrachten uh, ja. zorgen dat ze die konden maken. Maar ik heb ook, uh, uh, wat, ik, wat ik vooral deed, is: oké, okay, organisatie, welk verhaal wil je nou eigenlijk aan wie vertellen? Mm -hmm. En waarom wil je dat vertellen? En hoe gaan we dat dan vertellen? En wanneer gaan we dat dan vertellen? Dus voordat wij een opdrachtfilm maakten, uh, zat er een heel traject voor aan, uh, aan concept, strategie. En om dat, dat te analyseren. En dat deed ik eigenlijk de afgelopen tien jaar. Om mm -hmm. vervolgens met de opdrachtgever te zeggen, oké, okay, dan is het dus dit het verhaal wat we gaan maken. Ja. En vanaf daar kon ik het dan ook dus loslaten. Ja. En dat eerste deel, ja, dat blijf ik met Veldkamp Stories, uh, dat blijf ik doen. Wat zijn de belangrijkste lessen die, uh, zeg maar, van het uh, nog prille, zeg maar, gescheer. Ja. Heb je tijd gehad voor rouw of zo? Of is dat nog nodig? Ja, die vraag is me heel vaak gesteld. En ik moet zeggen. Uh, uh, ik, heb daar, ik, heb daar, uh, ik heb daar wel tijd voor gehad, maar ik heb het zo niet gevoeld. Ik heb het echt gevoeld als een, als een transformatie mm -hmm. aan een, uh, kijk, het glas werd half leeg, is misschien nog wel een vijfde leeg, zeg maar. Maar ik ben dan toch ja, de ondernemer die dan kijkt naar nou, wat zit er nog wel in het glas. In plaats van dat wat er niet meer in het glas zit. Mm -hmm. En er zat echt heel veel niet meer in het glas. En uh, ik ben wel iemand. Dat, is ook, dat frustreert mijn vriendin wel eens. Van ja, maar dat mag toch ook wel even verdriet zijn. Terwijl ik altijd natuurlijk bezig ben maar van hey, maar als we zus en als we zo, dan kunnen we ja. dit, dan kunnen we dat. Ja. Ik ben altijd alweer bezig met wat er wel kan en niet wat er niet meer is. En dat heeft me door deze periode heen geholpen, ook wel. Maar dat heeft. Ik merk wel in mijn omgeving dat dat soms ook wel, dat ik wel als een koude kikker werd, uh, werd gezien. Niet uh, hard en zakelijk en vervelend. Maar wel van, goh, Jeroen. Waar, uh, wat doet waar, dat met jou? Ja, wat doet dat met jou? En waar is die traan? En vind je dat niet? Het team had verwacht dat ik soms ook wel wat uh, neerslachtiger zou zijn of verdrietig zou zijn. Dus je gooit toch maar. 25 jaar historie, uh, gooi je niet weg? Nee, maar gooi is, je niet is, weg. Nee, nee, dat is waar, maar het is wel afgelopen. Ja, nou, het, het, uh, dat, is, dat is afgelopen. En uh, uh, wat, wat, wat wel belangrijk is, zeg maar, dat mijn, mijn rol in die organisatie was natuurlijk al. Behoorlijk los van producties. En wij waren wel al uh, ook in gesprek met, met de medewerkers. Om over te dragen. Om over te dragen. Uh, um, want ik wil, ik heb, ja, volgend jaar, hoop ik 50 te worden. En ja, ik zei dat bedrijf moet, moet een opvolging hebben, dat moet toekomst hebben en moet niet afhankelijk zijn van mij. Dus ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Ik dacht, hey hoe kan ik dat nou doen? Nou, het waren. Zorg ook relatief jonge mensen, jonge gezinnen met, met de eerste huizen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik denk, ja, die hebben ook niet het geld om nu dat over te nemen. Maar als ik daar nu acht jaar voor neem, om langzaamaan met medewerkerscertificaten en met aandelen langzaamaan het bedrijf over te, over te dragen. In die tijd moet ik zorgen dat ik mijn eigen broek op kan houden. Want wat ik niet wil, is het bedrijf achterlaten. Het vervolgens een, een last om iedere maand in eerste instantie ja. de oud-eigenaar oprichter af te rekenen. Om vervolgens tot pas hun werk te mogen doen. Ik zeg, dat heb ik te vaak gezien, dat wil ik niet. Uh -huh. Dus ik heb dan de tijd nodig om uh, zelf inkomsten te genereren. En dan langzaamaan in de acht jaar dat langzaamaan over te dragen. En dat was eigenlijk iets wat we in een heel pril begin nog met elkaar aan het bespreken waren. En dat was het toekomstperspectief wat ik had. En dat toekomstperspectief is nu anders. Dat op diezelfde plek Wel de knip komt, ja. alleen nu ja, valt van producties, valt dan weg, ja. En, uh, en dat nieuwe deel, dat is wel wat ik, uh, wat ik waar ik op, gaat... op ga richten. Ja. en wat zijn die lessen als je terugkijkt als ondernemer, zoals ondernemers die nu zitten te kijken en die of nog de shit in moeten of de middenin zitten? Wat kun je die mensen meegeven? Um, ja, wat ik heel veel hoor, is uh, je bent er op tijd bij hm. en. Uh, uh, ik, heb, ik spreek veel ondernemers die in hetzelfde pakket zitten, maar dan toch proberen en denken en hopen, omdat ze denken dat dat de enige weg is. Omdat dat de enige weg is, wat je bent, ondernemer. Je hebt vertrouwen in dat wat je deed. En je, ja, en je probeert je aan elke strohalle maar van: ja, maar straks dan wordt het weer goed. Dan gaan we weer terug naar het oude normaal. En, en ik, uh, maar goed, het is natuurlijk mijn scenario niet om daaraan vast te blijven houden. Dus ik zoek juist naar. Uh, de strohalm dat mijn verhaal zeg maar, bevestigt. Maar probeer, uh, uh, ja, stop niet weg. Er, zijn, er, is dus een, er is dus een weg. Uh, een andere weg is er dus ook. Ja, zeker als je het moet. Nee, ik heb in één keer een soort metafoor in het van, het, zeg maar, je, de, de tsunami in de vorm van de coronacrisis die er aankomt. En jij moet er heel snel gaan nadenken van ja, dat pandje staat nu hier op het strand. Maar als we nou eens ja. gaan nadenken hoe we die functie van een huis in wat voor vorm dan ook. Ja. Misschien kunnen ombouwen, verbouwen, op een heuveltje neer kunnen zetten. Ja. Want die tsunami komt eraan. Dat is misschien wel het verschil met ondernemers die daar gewoon blijven wonen. Ja, precies. En denken, ik ga gewoon door. Juist. En op een gegeven moment ja, komt, ja. Uh, wordt het overwalst. Ja. En dat is jou natuurlijk niet gebeurd. Je nee. hebt de regie ja. Uh, gehouden. Ik heb de, ja, en dat, 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 dat vond ik belangrijk. En wat ik belangrijk vond, uh, is ik zeg dat wat er nu gaat gebeuren. Het heeft zoveel impact op ons, uh, met, mijn, met ons verleden, zeg maar. Wat ik belangrijk vond is, als ik over een jaar over straat loop, dan wil ik iedereen die ik tegenkom in de ogen kunnen kijken. Ja. En niet denken van, oh, wacht, die is gedupeerd, oud medewerker of een leverancier of een, of een, of een klant, zeg maar. Ik zeg, dat, dat was, mijn, dat was mijn, 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 uh, mijn visie, zeg maar. Mijn, mijn doel ook. Ja. En dat maakt dat, uh, dat ik toen ik zag wat de voorspellingen waren met, uh, met de kosten zei ja als ik als ik ik moet nu handelen want anders ga ik toch mensen straks volgend jaar niet meer recht in de ogen kunnen aankijken nee, nee, nee. en dat was voor mij een anker ja. Ja. Um, heb je al een nieuwe klant vanuit <laughs> ja. vanuit ja. stories ja ja, ja goed ja, ja. 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 wie kun je het dan zeggen <laughs> ja niet dat het nou zo'n breaking news is maar we nieuw hè maar heb je echt al vanuit die nieuwe stories propositie heb je al een nieuw account kunnen scoren ja ja ja. En je kan er niet zeggen wie. Nee. <laughs> Mag ik je heel veel plezier wensen. En pet je af hoe je ja. dit hebt gedaan. En dankjewel voor het delen van je ondernemersvraag. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mocht zijn. En dankjewel voor het kijken. jij Of als je zit te luisteren naar de podcast, dankjewel voor het luisteren. Waardeer jij dit soort gesprekken? Nou, we hebben er heel veel en we gaan er nog heel veel maken. Dus abonneer op ons YouTube-kanaal of op ons podcastkanaal voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi.